Terwijl de spelers ontspannen hun training afwerken, zorgt materiaalman Jan Formanoy dat alle spullen klaar zijn voor vertrek. En binnen in zijn materiaalruimte laat hij ons zien dat een week naar Spanje heel veel bagage betekent. Het slot gaat van de kist. Dit is de inhoud. Hotelkleding, wat ik extra heb voor... Dus een polo neem ik mee. Een jek en een lange broek. Die gaan mee voor als ze eventueel koffie of soep of zo over zich heen krijgen. Kunnen ze een nieuwe polo of een nieuwe lange broek of een jek aandoen. Zelfs shampoo nemen we mee voor bij de wedstrijd. Sokjes voor eronder. Ja, en zowel dus voor de spelers als voor de trainers, voor de staf, moeten allemaal mee. Tot zover de kleding, maar er is nog meer. Iets minder voor de hand liggend. Nou, de massagetafels nemen we mee. Nemen we 3 mee voor daar om de spelers s'avonds te laten behandelen na trainingen en zo. We nemen bijvoorbeeld ook met snoep eventueel marsen en Snickers en Twix en zo. Maar ook bijvoorbeeld de jam en pasta en hagel. Een hagelslag bij het eten, daar nemen we allemaal mee. En dan nemen we natuurlijk ook hier mee de spullen om te trainen, het materiaal extra. Dus matjes of voor op het veld waar de jongens op kunnen gaan liggen, waar ze rek- en strekoefeningen moeten gaan doen. Paaltjes, pionnetjes. En voor het belangrijkste instrument, de schoenen, zorgen de spelers zelf. En ook aan de temperatuur wordt gedacht, want winterjassen gaan mee. En zo is ook Jan Formanoy klaar voor vertrek naar La Manga.